Finalisten. Daar staan we dan, bovenop de piramide van Austerlitz. Jullie hebben vanochtend geprobeerd om een Sudoku op te lossen. Dat is niet al te best gelukt, terwijl het zo'n hele ingewikkelde Sudoku was. Maar ik heb hier de oplossing van die Sudoku. En met die coördinaten die jullie mij net hebben doorgegeven, stel deze Sudoku wie de winnaar, de verliezer en de mol is. Jullie gaan zo één voor één het bos in. Onderweg vind je rode kaartjes met namen, die mag je meenemen. Gonzo. En aan het eind van het pad vinden jullie een envelop. Die mag je ook meenemen, maar nog niet openmaken. Oké. Okay, laatste vraag. Hebben wij niet allemaal hetzelfde? In de envelop vind je de cijfers, noteer dit cijfer achterbij de letters. Dat is die envelop die we net bemasterd hebben. Oh, die andere envelop? Ja. Dat is die nog even. Nou wel. En een stift. En een stift. Niet mooi gebruiken. Daar snap ik er niks meer van. Ik ook niet. We gaan naar Lori. Ja. Jij had een envelop waarop stond. Op mijn envelop stond verliezen. Oké, je hebt twee coördinaten. Dat heb ik zeker. Ja. Mag ik die stift bij? Jazeker. Ja, zeg het maar. D1. Ja. E1. Beenhakker. Ja, de envelop met de winnaar. Ja. Juist in jouw coördinaten E6, F6. De Zijksnor, jij de envelop met de mol. Coördinaten. H9. Ja. I9. Of ik de mol ben? Nee. Ik ken het spel wel. Ik heb het heel lang geleden wel eens gezien. Ik weet niet precies meer hoe het werkt. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat ik... dat ik er genoeg van af weet, en slim genoeg ben om alles zo te spelen dat ik iedereen voor de gek zou houden. Dus nee, ik ben niet de mol. Weet je dat zeker? Dat weet ik bijna zeker. Met die stedenopdrachten moest je allemaal dus op volgorde gaan staan en die verste weg, die mocht steeds verder. Minje kwam bij mij, die kwam in Kabul aan. Niet wetend waar dat ligt. Nou, Kabul, dat ligt in Afghanistan. En zelf had ik, even denken, Singapore. Nou, Singapore is sowieso verder, dus dat was geen probleem. Ik doorlopen. Kom ik aan bij SpongeBob. En SpongeBob die had Tokio. Dus de discussie, het gesprek ging eigenlijk over wat is verder, Tokio of Singapore. Nou, we hebben zo'n beetje dan neem je de wereldkaart een beetje op en dan denk je, even overleggen. En we waren eigenlijk gewoon vrij snel over eens. Tokio ligt verder. Dus SpongeBob is uiteindelijk doorgelopen richting Gonzo, die als laatste aan de beurt was. Want, nou ja, wat ik zeg, ze hadden zoiets van Tokio ligt inderdaad verder dan Singapore. Maar ja, ik geef dus aardrijkskunde. En ik weet natuurlijk vrij zeker dat het juist in Singapore is, dat verder weg ligt. Plus voor de mensen die kijken, we zijn er dus net achter dat zowel Gonzo als ik een kaart thuis ontvangen hebben. Waarop staat, weet jij wie de mol is? Voor op de kaart staat een mol afgebeeld. En linksonder op de afbeelding staat een heel klein snorretje. Ik zal dat jullie even proberen te zien. Hij heeft een foto gemaakt met de telefoon. Misschien dat het te zien is op het beeld. Maar we weten dus niet of er meer mensen zijn die die kaart gekregen hebben. Beenhakker doet hier heel geheimzinnig over. En misschien komt hij dus van Zijksnor zelf. Kan je dit zien? En kijk, hier staat een snor. Zie je er wat van? Nee. Nee? Oké. Okay. Nou goed, geloof het maar, het is zo. Wat heb je daarvoor over? Ik dacht dus dat ik het wist, maar nu met Gonzo eruit, ik ben helemaal los. Ik heb echt geen idee. En ik wil natuurlijk wel naar die finale toe. En bosvolk kan het zelf ook wel goed gebruiken, hoor. Ja, dat lijkt me wel, ja. Yeah. Dus ik zet de pot in. De hele pot? Voor 2 ook? Ik spreek je straks weer. Allerlei kunst uithalen. Het wordt dus al wel heel makkelijk gemaakt om de pot leeg te trekken. En natuurlijk zat er ook een verborgen aanwijzing in deze serie van Wie is de Mol? Een van de finale vragen in aflevering 6 luidde: wat is de raarste gewoonte van de mol? Je ziet hier de antwoorden van Beenhakker, van Zijksnor en van de mol, Vergane Glorie. Die leest de krant altijd van achter naar voren. Als je die 7 plaatsnamen uit de opdracht Wereldwijs uit aflevering 2 in de juiste volgorde zet en je leest ze van achter naar voren, dat wil zeggen je pakt de laatste letter, dan krijg je het volgende resultaat: Edam, Praag, Kabul, Kiev, Singapore, Tokio en Kaapstad. En die 7 laatste letters in de juiste volgorde gezet vormen VG de Mol, oftewel Vergane Glorie de Mol.